Kans op kunst, dat is een extra decemberactie voor Voedselbank Groesbeek en omstreken. Via 5 supermarkten in de regio maakt u voor slechts 3 euro kans op een heel mooi kunstwerk. Ik ben hier bij drukkerij DHD in Groesbeek. En ik vind het een beetje spannend, want Dick en zijn mannen hebben drukwerk gemaakt voor de Voedselbank. Hier staat het al, het is bestemd voor de actie Kans op kunst. Oh, dat ziet er mooi uit. Kijk, dit wordt onze flyer. Ook de foto's die op de doos komen die in 5 supermarkten komen te staan. 4 jaar geleden is Kans op kunst op de kaart gezet. En dit jaar doen er al 5 kunstenaars mee. We zijn begonnen met 1 kunstenaar. Dat was Patricia Heijmen uit Molenhoek. En het jaar erop waren er 4. En dit jaar zijn er al 5 mensen die meedoen. Dat is Antoinette Vos uit Molenhoek. Haar werk is te winnen via de Spar in Molenhoek. Ingrid Klaassen uit Groesbeek. Haar werk is te winnen via Albert Heijn in Groesbeek. Jana Vazala, die woont in Millingen aan de Rijn. En ook via Albert Heijn in Millingen aan de Rijn kunt u haar werk aan de muur krijgen. Marielle Poelen uit Groesbeek, haar werk is te winnen via Jan Linders. En Patricia Heijmen uit Molenhoek, die staat dit jaar bij Plus in Mook. In die winkels die ik net noemde, staat een doos. En op die doos staat het kunstwerk geplakt. Er liggen enveloppen bij. Doet daar 3 euro in. U schrijft uw naam en uw telefoonnummer erop. En daarmee maakt u kans om een kunstwerk te winnen. En daarmee helpt u ook geweldig de Voedselbank Groesbeek en omstreken. Ik hoop dat veel mensen mee gaan doen.